Dan wil ik wat meer vertellen over de inhoud van deze eerste variatie. De muzikale inhoud, en dan bedoel ik de melodie, de harmonie en het ritme van de eerste variatie. Als ik eerst een beetje naar de harmonie kijk, want de basis van elke variatie is tenslotte die baslijn van 32 noten met de harmonie erboven. Nou, die zien we meteen al heel duidelijk terug. De G, de Fis, de E en de D. En af en toe schrijft Bach dus net een iets ander octaaf. De B, de C, de D. En dan zet hij die G, zet hij dan helemaal daarboven neer. Maar dat is duidelijk de baslijn die ook de basis is van de aria. Nou goed, we splitsen het is makkelijk om de variatie op te splitsen in een A-gedeelte, de eerste 16 maten, en een B-gedeelte, de tweede 16 maten. Eerst even over het A-gedeelte. Is ook wel die 16 maten onder te verdelen eigenlijk in een aantal blokjes van 4 maten. De eerste 4 maten, de tweede 4 maten, de derde 4 maten en als laatste eigenlijk 2 keer 2 maten. In de eerste 4 maten schrijft hij in de bovenstem een motiefje over 1 maat. 1, 2, 3. Een mooi ritmisch vooral vrij specifiek motiefje. In de tweede maat zet hij dat ritmische motief voort, alleen dan begint het op een andere noot. In de derde maat hetzelfde, maar dan op een andere noot. En in de vierde maat verandert hij een klein beetje. In de linkerhand ook een motiefje per maat, wat een maat later in een andere toon terugkomt. Maat 2. Maat 3. En maat 4. Samen. Dan komen de tweede 4 maten. En daar draait hij de stemmen helemaal om. Dus wat de eerste in de bovenstem zat, gaat nu in de onderstem. En wat eerst in de onderstem zat, gaat nu in de bovenstem. Samen. Per maat, wat hij een maat later een toon laat zakken. Een noot lager. Nog een noot lager. En dan komen we in het slot van het A-gedeelte. Daar schrijft hij weer een wisseling van die twee stemmen die we in het blokje net hadden. Daar doet de linkerhand. En gaat rechts de sprongen maken. Komen we op een belangrijk element van de Goldberg-variaties. En dat is namelijk waar de stemmen elkaar gaan kruisen. Dat zie je hier heel duidelijk. De linkerhand gaat omhoog en de rechterhand gaat naar beneden. En tot twee afsluitende maten van het A-gedeelte. En in die laatste twee maten horen we heel duidelijk een ander belangrijk kenmerk van deze variatie. Is namelijk de tegenbeweging. Zeker in die laatste maat. De bovenstem daalt en de onderstem die stijgt om uiteindelijk op één enkele noot samen te komen. En die tegenbeweging zien we eigenlijk continu. Bijvoorbeeld in het blokje, dat derde blokje van 4 maten, zien we de bovenstem die daalt, stijgt en daalt weer een beetje. En de linkerhand, de onderstem, doet precies tegenovergesteld. Dat zien we ook over een wat groter blokje van 4 maten, dus niet alleen per maat, maar ook per 4 maten. In het begin bijvoorbeeld al, daar begint het op, dan gaan we naar. De bovenstem stijgt, de onderstem daalt en nog een keer. De bovenstem stijgt verder en de onderstem daalt verder. Tot zover het A-gedeelte.